Ik weet niet of het van de boek of... Hoi, leuk dat je kijkt. Ik ga straks in de Zeeman even shoppen. Even kijken wat voor nieuwe dingen ze allemaal hebben. Dus als je het leuk vindt, kun je meekijken. Hier buiten de winkel loop ik meteen tegen wat lekkere joggingpakken aan. Verschillende kleuren en stoffen. De eerste voorjaarskleding hangt er ook al, zie ik. Leuke kinderkleding. Dat blouseje dat is dus ook in een korte broek. Het is dezelfde stof. Sloffen. Hier liggen wat paasdingetjes. Hangertjes. Decoratie. Eieren. In een mandje. Er zijn ook kleinere van, zie ik. Simba, wat is dit? Oh, een masker. Kijk hieronder. Superleuke slaapmaskertjes hebben ze hier. Dit is de babyafdeling. Beetje natuurlijke kleuren. Geen felle kleuren in elk geval. Geen fel roze of fel blauw. Het is allemaal heel zacht. Dit zijn van die kwijlslabbetjes. Voor als een kind veel kwijlt. Hoofdbanden. 50% korting. Ja, dit is natuurlijk allemaal een beetje van dat oude meuk, wil ik eigenlijk zeggen, maar er kan nog wel wat leuks tussen zitten. Leuke mutsen. Kijk, dit is toch nog wel echt een leuke jas wat hier ligt. En hier zie ik verstopt een mooie regenjas gevoerd voor een wat grotere meid. Hier staat wat speelgoed. Een Barbie met een hond. Nog wat hondjes. Mooie pop. Voor de paardenmeisjes of jongens.
Nog wat nieuwe collectie. Nieuw ondergoed. Nou, dit is wat ouder spul. Kijken wat hier nog tussen ligt. Oh ja, is nog van Halloween. Dit is wel wat nieuwer. Leuke ballen. Wel redelijk zacht. €2. Winkelmandjes. Dit, een leuk tasje, een regenboog. Ja, dit is leuk. Een dobbelsteen. Hier liggen allerlei educatieve spelletjes. Letters leren. Woorden en vormen. Klok kijken. Ja, is echt educatief. Memory game. Nog wat puzzels. En wat is dit? Glow show. Auto's. Zijn die hier ook in andere kleuren? Oh. Ja. Nog meer auto's. Playmobil. En dino's. Kijk wat hier voor engs verstopt zit. Ja, nog een dino. Een knikkerbaan. Jongens ondergoed. Dit is weer wat kleiner. Jongenskleding. Nog wat dameskleding. Een mooie plastic bakken met lepels erbij. Altijd bakjes genoeg hier voor elk wat wils. Wat is dit? Oh, is om schoenen op te bergen. Dan kun je 1 hoog en 1 laag zetten. Heren. En hier liggen nog wat hangers, kledinghangers en dergelijke. Ik ben weer thuis en ik zal even laten zien wat ik heb gekocht. Ja, ik heb toch zo'n joggingpak gekocht die buiten hingen, buiten de winkel. Een witte. Dit is dan een witte hoodie. En hier aan de onderkant zit elastiek. En aan de mouwen ook. En daar hoort dus ook een broek bij. Deze. En het is ook nog best wel een warme broek. Dus ja. Lekker voor thuis. En ook echt voor deze tijd van het jaar, want hij is lekker warm. Ik heb ook hangers gekocht. Deze. En ik vind het fijne van deze hangers wel dat ze heel smal zijn.
Dus ze nemen niet veel ruimte in de kast in. En er zit ook een beetje zo'n fluweelachtig laagje op, waardoor de kleding er dus niet snel van afglijdt. Dus daar heb ik een paar van meegenomen. En nog eentje. En voor mijn dochter heb ik dan deze gekocht. Een hondje. En die zit dan in zo'n tasje. Ik kan hem open. Nou, is wel cute. Die wilde ze graag hebben. 5 euro was die. Dus ja, die heb ik dan ook maar gekocht. Dat was het. Dat heb ik gekocht. Dus dit was mijn shoplog weer. Bedankt voor het kijken en misschien tot een volgende video. Doei!